toch geen vakantie, gast? Nee! Goedemorgen en welkom bij een nieuwe aflevering van Coolbox. Ik ben Tim. En ik ben Niek en vandaag gaan we iets heel vets doen, denk ik, Tim. Ja, we gaan in ieder geval nu een paar tieners uit bed trekken, denk ik. Yes, leukste onderdeel. Helemaal super. Woe. Ja, het is nog vroeg, het is ongeveer 8 uur en we staan in Naarden, Bussum, want die gaan we vandaag verrassen. Nou, we gaan twee dames verrassen, namelijk Lois en Anne. Lois en Anne zijn 17 en 18 jaar, ze hebben een tussenjaar, want ze zijn net klaar met de middelbare school. En ze gaan een interrailreis maken door Europa. Vet. Ja, de dames liggen dus beide in een ander huis te slapen op dit moment. En we gaan ze uit bed trekken, eerst Anne. En dan Lois. Maar dat gaan we niet in dit pakje doen. Dat kan natuurlijk niet, dus we moeten even een andere outfit aantrekken. Goedemorgen. Wat is het plan? Er is geen plan. Goedemorgen! Goedemorgen, Anne. Wij zijn Tim en Niek van Coke TV. Ben je al wakker? Nee. Lieve Anne, we hebben een verrassing voor jou vandaag. We gaan je vandaag meenemen op een leuke dag om je voor te bereiden op je reis. En wil je met ons mee vandaag? Ja? Ja? Nou, het enthousiasme spat er vanaf! Het leuke is, we gaan samen met jou gaan nu hetzelfde doen bij je vriendin Lois. Dan mag je ons helpen om haar wakker te maken. Ja, heb je zin in? Top, nou, okay. We hebben van alles bij ons. Ga meteen aanknallen. Ga meteen vol. Ze ligt in bed. Kijk, zelf die muziek. Sassen. Ben je een beetje wakker? Ja hoor. Ja, nu wel hè? Dan wat gaan jullie samen doen? Op reis. Ja! Maar het is natuurlijk niet alleen maar luieren en in de zon zitten. Nee, er hoort ook een beetje avontuur bij. Dus we gaan vandaag jullie meenemen op een dag om te testen of jullie wel een beetje avontuurlijk zijn. Anne heeft al ja gezegd, Lois. Ik ga wel mee. Ja? Oké, okay, hartstikke goed. Heb je er een beetje zin in, Lois? Ontzettend. Mama lost jumbo. Dames, zijn we een beetje wakker? Nog niet helemaal. Hey dames, wanneer gaan jullie op reis? In mei. En wat gaan jullie doen? Interrailen. Interrailen, wat is dat precies? We reizen met de trein door Europa. In Hawaii outfit, of niet? Nou. We gaan even kijken hoe avontuurlijk jullie zijn. Maar eerst gaan we nog even een stukje rijden, want we moeten nog ongeveer een uurtje, denk ik. DJ! DJ! Muziek! Muzika! Tada! Daar zijn we dan, op de plek waar het vandaag allemaal gaat gebeuren. Wat zouden we gaan doen? Ik zie hier alleen maar avontuur. Gelukkig zijn we hier niet alleen vandaag, want er is iemand die ons bij gaat staan. Namelijk, hier is Joep! Yeah! Joep! Ja. Kan jij ons vertellen wat we eerst hier gaan doen? Als jullie achter je kijken, als jullie allemaal grote paden staan. We gaan dus de hoogte in, klimmen, je angst overwinnen. En uiteindelijk zullen we die hele lange kabel die daar over het water heen gaat, richting de overkant. Zullen we aan de slag, dames? Ja. Deze zijn heel sterk, dus mocht je vallen boven, je blijft altijd hangen. Altijd. Het draait hier ook net een hard, joh. Nou, volgens mij is er iemand die het veel erger vindt. Oh, ik vind het echt niet leuk, joh. Ja. Oh my god, waarom doe ik dit? Ik kan dit helemaal niet aan, joh. Lekker op vakantie. Dit is toch geen vakantie, gast? Oh, dit is best wel eng, hoor. Niek is er gewoon stil van, joh. Niek is in opperste concentratie. Kan ik eventueel ook terug? Een beetje losjes uit daar. Tim, hou je mel, joh. Even serieus. Hatsa. Wow! Hey Niek, jij kan dit, hè? Kom op. Even opschieten. Ah! Hey! Lekker! Ah! Nee, Tim! Nee! Ja toch! Ja, heel goed. Iedereen goed gedaan, dacht ik. Na deze warming-up gaan we namelijk nog drie onderdelen doen om uit te testen wie nou eigenlijk het meest avontuurlijk is. Waarbij jullie, twee dames, strijden tegen de coolboxers. Maar dat gaan wij winnen, denk ik, toch? Nou, nee. Onderdeel 1, quadrijden. Maar hoe? Nee. Joep, hoeveel punten? Jullie krijgen van mij 10 punten mee en je kunt eigenlijk met 11 terugkomen. Je kunt dus dat extra punt verdienen door op die wip te blijven balanceren. Raak je zo'n paaltje, gaat er een punt af. Of beland je buiten de baan, dan zijn er 2 punten eraf
We kunnen ook met min 30 punten thuiskomen. Hey. Daar gaan we dus niet voor. Dat kan. Ja, dan let's go! Hij is kapot. Maar hij gaat het niet goed. Nick, kom maar! Kom maar! Oh, oh, oh! Hij probeert te balanceren hier, hè? Oh! Oh, jammer! Ah, jammer! Lekker! Beheers! Super! Woe. Dit was 5! Lekker gedaan, man! Wissel! Super! Okay. En go! Oké, okay, vol! Rappakee! Ja! Tim! Tim! Je moet deze kant op! Ah, wat een idioot! Staan moet je! Staan! Oh, jongen, jongen, wat is dit nou? Wow. Ja! Dat zijn wel een paar punten hoor. Oké, niet te veel. Ja, hoppakee. Nou. Mm, beetje die kant op. Vet, hè? Wow. Goed gedaan. Goed gedaan. Goed gedaan. Goed gedaan, hoor. De dames winnen challenge 1. Maar we hebben er nog 2 te gaan, dus Tim. Wat moet je challenge? 2. Allemaal hartstikke leuk en aardig natuurlijk. Yes. Maar wij dachten, als je op reis bent en je hebt geen eten meer en je moet van alles. Misschien is het dan wel handig om dat je een beetje kunt jagen. Jagen? Dus okay. Is challenge 2. Schieten. Nee. Boogschieten. Yes! Wie denken jullie dat er gaat winnen? Wij natuurlijk. Ja, wat denk jij? Wij. Dat denk ik ook. Tuurlijk. Jij bent heel goed in darten. Maar als je dit niet kan, dan kan je natuurlijk nooit backpacken door Europa. Nee. Dan overleef je nooit. Ja. Oh. Lekker man! Oh. Ik denk dat we op het gebied van jagen op reis, dat Tim en ik daar toch echt wel een stuk beter in zijn. Ja, helaas wel. Dat betekent dat het 1-1 staat. En dat betekent dat we dus nog eigenlijk één challenge gegaan hebben. Oh shit. Ja, oh shit. Wat is dat? Wij weten het. Jullie nog niet. Dat gaan we zo meteen uitleggen. Die kant op. Inmiddels zijn we aangekomen bij het laatste en derde onderdeel van deze wedstrijd eigenlijk. Ja, het gaat spannend worden, want het is nu 1-1. Dus deze opdracht die beslist eigenlijk wie er wint. En wie er echt een goede avonturier is. En of jullie überhaupt wel op reis kunnen op de Interrail door Europa. We moeten een vlot bouwen, het water over, achter de steiger langs en naar het strand toe. En wie daar als eerste is, het zijn of haar vlot, die wint deze wedstrijd. 3, 2, 1, start! Ja. Oké. Okay. Tim, doe jij die andere kant gas? Ga zo doen. Dubbele knoop. Kijk dan jongen, dit werkt toch niet? Best wel stevig. Oh, oh, wacht. Doe jij. Kijk even hoe sterk ik ben. Ik ben een vlot aan het bouwen, maar niet. Mijn teammaat. Oh man. Oké. Jij moet eerst vechten. Jij moet eerst vechten. Ja, dat snap ik hoor. Oh mijn god, zijn ze klaar. Gefeliciteerd hoor. Ja, gefeliciteerd. De enige echte winnaars, de enige echte avonturiers. Jullie kunnen volgens mij met een gerust hart op reis. Anne en Lois winnen de challenge. Gefeliciteerd dames en heren. Thanks. Lekker gedaan. Zo! Ja, want hebben we jullie nog een beetje kunnen voorbereiden op jullie reis? Zeg maar ja, zeg maar ja. Ja. Wij vonden het in ieder geval ook heel erg leuk met jullie, kunnen we wel zeggen, toch Tim? Ja, absoluut. En hopelijk vonden jullie het als kijkers ook leuk. Zo ja, abonneer je dan natuurlijk even op het CookTV kanaal. Doe een duimpje omhoog, zet je notificaties aan, dan weet je zeker dat je helemaal niks... En heb jij nou een wens of een droom of iets wat je heel graag wil doen, waar wij jou voor uit je bed kunnen trekken? Laat dan even een berichtje achter in de comments en misschien zit jij dan wel net als Anne en Lois in onze uitzending. En dan gaan we iets heel vets, gruwelijks, mega cools doen, denk ik. Is leuk toch? Wakker gemaakt worden. Ontzettend. Heel leuk. Ja. 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 Ja.